Verkiezingen, ze komen er weer aan. Althans, als het aan Eén Vandaag ligt. Want daar hebben ze het Eén Vandaag opiniepanel onder leiding van Gijs Rademaker. En dat maakt Wilders voor het eerst virtueel groter dan de twee coalitiepartijen. Je zegt het zelf, virtueel, als dit werkelijkheid zou worden. Als de PVV bij verkiezingen de grootste wordt, dat zelfs als de PVV de grootste wordt, dat zou wel eens een probleem kunnen gaan worden. Tuurlijk, dit is allemaal virtueel. Tuurlijk. Ja. Oké, wauw, hiermee is Rademaker echt koninghypothese. Althans, gesteld dat er een koninghypothese zou zijn dan natuurlijk. Ja. Oké, hij vraagt zijn opiniepanel niet alleen op wie ze gaan stemmen, maar hij neemt die resultaten ook weer als uitgangspunt voor zijn volgende stelling. Mensen moeten dan dus nadenken over een situatie die alleen bestaat door een vraag van Gijs Rademaker. Deze week vroeg hij bijvoorbeeld, als de PVV de grootste wordt, wat dus niet zo is, en als die dan gaan meeregeren, wat nu niet gebeurt, of Wilders dan premier zou moeten worden, wat nu dus niet speelt. En dat splitst hij uit naar partijen waar mensen op zouden kunnen hebben gestemd hebben. Wat ze dus niet hebben gedaan. Dat is Gijs. Dat is helemaal te gek. Althans, ik vind dat helemaal te gek, want wat je misschien niet weet, ik zit in dat Eén Vandaag opiniepanel. Ja, ja. En de vragenlijst voor deze week is net binnen. Ik dacht, misschien kunnen we exclusief wel deze week een keer... Ja, zullen we nu invullen? Misschien met z'n allen? Ja? Oké. Dan zien jullie ook eens hoe het is. Even kijken hoor. Ik heb daar wel... Ja, hier is hij. Even zien. Ik heb daar wel een soort ritueeltje bij. Dus het wordt wel een beetje... Misschien een beetje gênant, maar zo doe ik het thuis. Dus ja, sorry. Het is wel... Misschien een beetje triest, maar goed. Dat hoort er allemaal bij mij thuis bij. Oké. Nou, laten we beginnen. Daar gaan we dan. Welkom bij het Eén Vandaag opiniepanel. Klik om te beginnen. Ja, okay. Wat is uw leeftijd? Nou, ik ben begin 30. Even zien. U bent 30er. Stel dat u 50 plus was geweest. Zou u daar dan op stemmen? Nee. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, op welke partij zou u dan stemmen? Oh ja, deze vraag komt eigenlijk elke week. Dat weet ik nooit zo goed. Ik doe hier altijd maar wat. Even zien hoor. SGP. Okay. Als iedereen hetzelfde zou stemmen als u, zou de SGP 150 zetels krijgen en verandert Nederland in een totalitaire theocratie. Is dat wat u wilt? Wat? Nee, natuurlijk is dat niet wat ik wil. Nou dan. Oh. Oké, goed, volgende. Stel dat, als er hypothetisch, mocht dat zo zijn, zou u dan, indien dat zo is, waren het dan denkbaar dat u in dat geval eventueel zo mogelijk dan wel? Ja, dan wel. Heeft u House of Cards gezien? Wat? Nee. Als u House of Cards wel gezien had, had u het tweede seizoen dan ook een stuk minder gevonden dan het eerste? Oui, non. Zo is Gijs, hè? Oui, non. Altijd een grapje. Nou, oui dan. Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon viel in slaap met de maan, heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? Mijn hart zou zich vullen met vuur. Ik keek niet meer benauwd naar de klok aan de muur. Mijn hart zou zich vullen met vuur. Weet ik veel. Vindt u dat Arie Slob zou moeten aftreden als premier als zou blijken dat hij verdacht wordt van de banden met de Antilliaanse onderwereld? Wat? Ja, hallo. Ja, tuurlijk. Ja. U vermoedt dat Arie Slob banden heeft met de Antilliaanse onderwereld? Kunnen we daar even over bellen? Nou, nee, liever niet. Nee. Als u voor één dag een dier zou mogen zijn, welke dag zou dat dan zijn? Woensdag dan, maar ik weet niet. Hartelijk dank voor uw deelname aan het Eén Vandaag opiniepanel. Als beloning volgt nu een foto van Pieter-Jan Hagens en Gijs Rademaker. Te gek. Yes! Yes! Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.